Oké, ik ben er klaar voor. Kijk, ik heb er alweer een soort van geestritueeltje opgebouwd hier zo. Holy shit! Lamp uit! Je hebt allemaal kerstlampjes trouwens. Kerst! What the fuck? En dan ben ik naar de kapper geweest, want dit ziet er gewoon niet meer uit. Deze hele losse dode bos tulpen, die moet eraf. En nu wordt het tijd om, ja, dit dode kapsel is te gaan knippen. Het ziet er echt niet uit, dit, jongen. Hier kan ik gewoon niks meer van maken. Dit is toch, kijk, dat is toch erg? Het is gewoon een antenne, joh. Nou goed, ik ga, goed genoeg gelul, we gaan eventjes mijn haar laten knippen. Dus ik zie je zo weer. Tot zo. Zo. Dat is beter. Jeetje, Mina, kijk eens aan. Ja, ik moet wel gelijk even gaan douchen zo, maar ja, dit is wel een stukje beter hoor. Gewoon weer even lekker helemaal gladjes, helemaal kaal geschoren bijna. Maar goed, dames en heren, dan wil ik jullie ook even hoi zeggen. Hallo vlogger, super leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Ik dacht, weet je, dan begin ik de vlog, maar gelijk, ik weet niet. Hallo vloggers, vandaag gaan we wat super leuks doen. Het is namelijk vandaag de laatste keer dat we Halloween gaan. Het is vandaag de laatste avond van Halloween. Ja, in de vlogs. De laatste Halloween vlog. Ja, we gaan straks met Tessa naar de Halloween horrortocht. Ik zou het in eerste instantie met Job meemaken, maar Job die was ziek, dus die kan helaas niet meegaan. Ik ga met Tessa naar de horrortocht in Eibergen. Dat wordt nog wat. Dat wordt een in de broek scheiddag avond. De laatste vlog van Halloween 2022, dames en heren. We gaan er gewoon weer een fantastische dag maken. Avond vooral. Oké, dames en heren, voordat we zo naar Eibergen gaan om lekker een horrortocht mee te maken, dacht ik eerst even lekker wat kroepoek eten, wat van die, lekkere zoete popcorn. Fuck. Ik dacht lekker zoete, van die goed gekruide kroepoekjes. Nee, jongen. Oh, dit is heel lekker, maar oh, hij is spicy? Zo. Nou, ik ga lekker kroepoek eten en dan gaan we daarna lekker naar Eibergen toe en dan doe ik de timelapse aan. Voor zover het nog mogelijk is, want we gaan natuurlijk naar in het donker naar Eibergen. En gewoon kijken wat mogelijk is voor de laatste Halloween vlog. Hier is alles al weg qua Halloween. Het enige wat er nog hangt is dit ding. Maar voor de rest, alles is al weggehaald hier qua Halloween. Het is het laatste weekend van Halloween natuurlijk. En dan morgen is het al 31 oktober. En dan is het officieel Halloween. Maar ja, weet je, dan is natuurlijk iedereen gewoon weer naar het werk en naar school. Dus dan is Halloween gewoon voorbij. Maar ja, wij gaan straks lekker horen toch lopen met Tessa dus. En dus wat ik zal zeggen, ik ga een timelapse maken weer met de GoPro. Om gewoon kijken of ik weer wat mooie shots kan maken. Of het helemaal gaat lukken, ik weet het niet. Want ik ga dus natuurlijk over een uur of zo ga ik weg. En ja, dan weet ik natuurlijk niet of het al donker is dan. Maar goed, dat zien we dan wel. Oké, ik ben er klaar voor. Kijk, ik heb er alweer een soort van geestritueeltje opgebouwd hier zo. Dus, wat mij betreft kunnen we gaan. Ik ben helemaal klaar voor. Nou ja, klaar voor. Dat weet ik nog niet. Stilte, dames en heren. Ja, ik ben dus bij het speeltuintje. Ik had hier namelijk met Tessa afgesproken, maar ik ben gewoon een keer als eerst. Wat? We moeten dus even wachten op Tessa en dan gaan we naar de horrortocht. Maar goed, voordat het zover is, eerst even wachten op Tessa. Dit wordt nog eventjes een dingetje hoor. Ik moet dus wachten op Tessa, want het begint om 8 uur. Of tenminste, het is al begonnen dus. En het is al 8:10. En het is tot 9:30. Oké, nou, ik heb Tessa even geappt en we moeten maar even gewoon de route gaan volgen. Ik heb echt geen idee waar je naartoe moet, joh. Ik zag in ieder geval wel net eventjes een pijl, maar waar we naartoe moeten, ik heb geen idee. Rechtdoor, links. Dat zit ook allemaal zo handig. Geven. Oh god, nou begint het er wel echt op te lijken. Oeh, jeetje. Oh god. Hier, daar ligt een duilje. Holy shit. Oké, ik zie dus gewoon echt helemaal niks, hè. Gadverdamme. What the fuck?
heb zoveel dames en heren horen gillen. Ach, de non is er ook weer. Lamp uit. Oh. Ja, wat is dat? Dit is een vlogcamera. Wat? Een vlogcamera. Dat ken ik helemaal niet, joh. Nee, ken het niet? Hoe werkt maar, dat dan? Nou, maar kijk, daar zie ik je in zil. Je hebt wel mooie kerstlampjes trouwens. Kerst! Kerstlampjes, ja. Niet kerst. Wow. Ja, lamp uit, we zien toch niks? Oké, jongens, een van de regels is dus dat je je lamp uit moet doen. Dus het spijt me als jullie niks kunnen zien. Hi! Vis! Oh, die kant. Moeten we door de modder heen? Nee, toch? Oh. Ik dacht al, joh. Sick gedaan. What the fuck? Ik zie soldaten daar zo. Dat kunnen jullie ook zien. Kijk, een verloren soldaat. Hallo. Nou, dat was het alweer. Even mijn ervaring delen, ja. Het was leuk, maar het was natuurlijk niet zo sterk als dat tijdens als Halloween Fright Night in Toverland. Het zijn natuurlijk wel echte diehards, maar ja. Dat gaat dit jaar niet. Je moet het helaas even mee doen dit jaar. Maar was het oprecht om wel even vet hebben gedaan? Kijk dit. Een hele grafkist zelf gemaakt. Zonder ongeluk vaart wel niemand. Dat gaat in vol op zijn bek hier. Ja, wat moet je dus nooit doen? Met een winkelwagentje en gaan fietsen. Ja, dat is dat. Mooi man. Oh, ik ben iets scherker en toch lukt het me gewoon om dit te laten schrikken. Ja, ik dacht wel. Nou, dat is dat. Ja, in het tent. Elzik. Knap gedaan, maar zoals dat mondje beweegt nog. Dat is toch van die horror game? Freddy, ken je die? Ja, ik ken het al, dat je door een bepaalde puzzel heen moet en dat je dan... kijk, deze. Zo'n beer, zo'n enge. Ja, dat is zo'n... Dat is volgens mij die ook. Nice. Oké, ja. Met die ogen erbij ook nog, zie je dat die... Oh jeetje. Ik vraag me echt af waar ze al die decoraties zo 1, 2, 3 vandaan halen, joh. Gezondheid. Ja, hij begint te boeren. Tessa, moet je eens daaronder gaan staan om content te hebben? Nou, zoek de verschillen. De horrortocht is al afgelopen, dat hebben jullie gezien. Waarbij ik zelf bij het water in wandel. Als door het water in moet lopen. Ja, volgens mij is dat dezelfde. Nou, ja, zoiets. Hé man, ik ben echt knap. Vanavond is echt zo'n tiener party. Zo? Oké, ik ga even met ons vlog op een ik vlog van Michel heel even, straks krijgen we wat. Dus ik kan zo'n vlog overnemen als ik een dag hier ingesproken. Zie je dat? Nee, deze. Ik was het liedje net een beetje kwijt. Ga zwemmen! Luidsprekend. Hij beweegt. Ik zag je even kijken, Allemaal poppen, die is een beetje onthoofd. En voor degene die afvraagt, Mitty, wat ben je allemaal aan het doen? Ja, ik ben even content hebben, jongens. Oh ja, heel erg inderdaad. Ja, dat is ook vet. Baby's blijven altijd wel eng, hoor, als ze met Halloween wat te maken hebben. Je mag ze niet voeren, hè, pas op. Jullie schrokken, hè? Ja, ik zag het wel. Shoutout naar Eibergen. Jongens, we hebben de wolfspin gevonden. Weet je wat het is, Tess, de wolfspin? Die je kan aanvallen. Oh mijn god, als je het over Halloween hebt, kijk dit. What the fuck? Dames en heren, ik ben inmiddels weer thuis. Ja, wat kan ik zeggen? De Halloween-tijd zit weer op. Ik heb hier ook wel een beetje gemengde gevoelens bij. Want zoals jullie weten, Friday Nights ging hier door, omdat er geen auto was. Dus ik ga daar best wel een beetje met gemengde gevoelens, zeg maar, het seizoen uit. En anderzijds, ik heb geprobeerd toch nog een beetje een leuk Halloween-tijd van gemaakt. Vorig jaar gaan we proberen om wel, of tenminste, ik ga wel het beste doen om volgend jaar toch naar Halloween Friday Nights te kunnen. Om deze avond toch een beetje goed af te sluiten. Ik heb natuurlijk gewoon mijn beste naam zo leuk om op de vocht in te zetten. Het is echt super ongemakkelijk, want ik liep gewoon bijna het water in. Om het Halloween seizoen zo mooi mogelijk af te sluiten. Een Halloween tompoes, speciaal voor Halloween. Dus dit was Halloween.
2022 in de vlogs. Wat is er snel gegaan? En volgend jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen, Halloween Fortnite. Goed, dames en heren, het is nu tijd voor de laatste avond Halloween in de vlogs. En daarna is alles weg. Nou, zoals gewoon, ik heb de kaarsjes alweer aangestoken, dus we gaan beginnen aan het aanzetten van de Halloween spulletjes. En dit keer om het echt speciaal te maken, heb ik dus ook iemand voor de camera geregeld. Om Halloween dit jaar een beetje mooi af te sluiten. Kliplicht. En branden als je gek. Ik heb ook nog een leuk idee ook, hè. Dat ik het gedacht is namelijk met een deodorantbus en gewoon die pompoen. Om het nou nog extra speciaal te maken in deze prachtige Halloween periode voor goed af te sluiten. Voor dit jaar af te sluiten. Volgend jaar zijn we weer gewoon een nieuwe Halloween. En ik. En ik geregeld. En aansteken. En wat krijg je dan? Precies, dat is lachen. Komt-ie. Ja, hartstikke leuk. Nu zijn ze allebei uit. Ik weet niet of dit echt een goed idee is, dames en heren. Hij zet ze weer uit. Hij is leeg. Oké, we bedenken dat we inmiddels een oplossing hebben gevonden. Het is namelijk een oud AC-bondje rond oud en nieuw. Ik zal hem even zo houden. Ja, ik kan in de kijkers niet zien. Het staat hier aan, ja. Zien jullie dat? Nou, als je hem even zo houdt. Ik kan kijken of die dat doet, niet dat hij lekker uitgaat. What the fuck? Zo, dikke CO2 uitstoot hier. Ja, dit! Oh, wacht. Komt ie. 3, 2. Wow! Hoe verspil je een deelbus.nl? Hij heeft hier plezier in, hoor. Hij heeft hier plezier in. Oei, joh. Ja, nou, zie je uit, hè, prutser. Nou, helaas. Wow. Nou, dat was het dan, dames en heren. Alles staat aan. Ik zal nog even één keer de lamp uitdoen, dan kun je het beter zien. Tadadaa. Kijk eens aan, laatste Halloween pompoenen. Nou maat, het was weer gezellig. Je hebt weer prachtige Halloween bezorgd. Tot volgend jaar. Ik wil jullie ook zeggen, bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je genoten van deze vlog. Vergeet niet dat het blauw duimpje mogen doen voor alle Halloween vlogs de afgelopen tijd. Halloween zit er nu helemaal op en nu gaan we door naar Sinterklaas. Binnenkort in de vlogs, dus wees erbij, wordt superleuk. En vooral gek, dat kan ik jullie beloven. Tot dan, blijf positief en zeg ik zoals altijd en ook vandaag. Peace!